ideaal wat boetenspullen is, mevrouw? Dat is de lijn en dat er in boeten staat net goed, die staat boetenspul. Nou, dan staan ze net goed, dan staat er iemand verkeerd. In de Trienwaarden weten ze wel wat boetenspul is. Daarom komen er in de Eredivisie ook drie grensdiochters bij. Assistent scheidsrechter. Drie assistent skiersdiochters uit de Trienwaarden. Nee, dat wist ik net. En dit binnen ze. Peter, Jan en Patrick. Nou, is het niet elke dag weer stil, maar nee. Het is nog zo, als je trein op een richtje stiert, dan ben je toch wel grootschap op drie woorden en op een koord. Dat heb ik voor heik voor. Ja, we hebben hier alle keer wel wedstrijden fluiten en we hebben hier alle keer, of Patrick en ik, hebben in ieder geval ik voetbal, dus waar weet je dat je in de thee? En zit het net in de thee, dan krijgen ze het van huis uit voor mij. Ik had stokje hoen aan. Ja, letterlijk. Letterlijk, ja. We zien één speelronde samen in het programma. Hier in de Eredivisie bij Roda Feyenoord en ik bij Excelsior Dordrecht. Dat is mijn eerste, mijn debuut in het betaalde voetbal. Absoluut de hoogtepunt, de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. En dan in de laatste minuten dat dan Feyenoord 1-0 maakt. En dat, ja, dan gaat het dak eraf in de Kuip. Wat mag nou eens kennen als grensdiochter? Een assistent scheidsrechter die heeft een bepaalde kwaliteit. En die is zeg maar meer... ondersteunend voor een scheidsrechter. Dat ligt je of dat ligt je niet? Ik denk dat ik wat meer timide ben en mijn plakje op de achtergrond, dat bevalt me heel best. En ik denk dat ik daar het beste op mijn rug kom. Maar op het juiste moment, dan mag er wel gewoon stingen. We kunnen net heel lang nadenken. Het gaat in een split second mas beslissen. Maar elke beslissing moet ook goed wezen. Dus ja, de kunst is eigenlijk om net te vlaggen, zeg ik altijd. Door mijn ervaring weet ik van, hey, het lijkt een meter boeten spul, maar nou ja, dat is het net. En natuurlijk missen wij ook rode kaarten. En missen wij gele kaarten. Dat is inherent aan het spel. En nou, nog één keer. Hoe zit dat nou met dat boetenspul? Nou, als op het moment van spelen de spits dichter bij de achterlijn zit, de ene lijst verdediger, want de keeper is de lijst verdediger, dan is het boetenspul. Oké, dank u wel. Dat is het dus? Als hier de bal krijgt de meesten en als de noorden bal krijgt, dan net. Oh, dan wel net. Maar, er zit nog wat hergen en negen om. Er zijn nog wat uitzonderingen. Ja.